Wat zijn strijders van Daniel Alias met Rick, welkom bij de aflevering van Life Strange True Colors. Vorige aflevering hebben wij de riddle gesolved. Dan zijn we naar de tavern geweest, toen gaan we verder. Ik drink even zelf een slokje, want dat ben ik vergeten voordat ik begon. Ah, dit is dope. Zoals ik al zei vorige keer, ik vind het heel dope gemaakt. Even checken op de map. We gaan nu... We hebben His Majesty Summer Castle gehad. De Direwolf 10. Daar staan we nu als het goed is. Dat zou hier moeten zijn. Oké, oh, kut, verkeerd knopje. Oh. Deze. I should probably drop in on Riley and thank her in person. Ja. Ik moet deze hebben. En dan gaan we naar... We gaan de King's Road af. Dan gaan we naar de Magpie Emporium, denk ik. Dat lijkt wel leuk. Eens kijken of we nog wat troep kunnen vinden. Oké, okay, zullen we zien. Ik ga gewoon deze ding even aflopen. I bet there's something fun in the record store. Probably, yeah. No one appreciates my fine work. Ho there! You look like adventuring folk. Bah! What a thankless life. Being a smith in the age of Everything monsters. Okay? Whoa, you seem pretty... He's really into this. What did you need again? Sun Silver? The components for Sun Silver. Puh! Oké, okay, ik moet even... Oh, kut, weer een verkeerde knopje. Komt daarna nog, hè? Heroes got better things to do? That's right. Kunnen we nog verder lopen dan dit? Nee. Gaan we even overzeken. I wonder how Riley's doing with the USB. That hey. Run felt amazing. I'm so proud of myself. Wow. Good for her. Hey, kijk, hier hebben we nog school. Did you see this scroll first? No. Alright. Could there be something down the alley? Come on. Mom? Aw. Okay. Disappointed? I thought I would finally get to go in. Shh. They're here. Woe is me. Woe is me! Beware of river monster. Even kijken. Is dit een area waar we kunnen... Ja, de River of Sorrows. Laten we nog even hier naartoe gaan. Ik wil even de road afhalen. Of even aflopen, want misschien vind ik nog iets. Die muziek op de achtergrond is ook echt geweldig. En volgens mij heb ik hier inderdaad ook alles. Dan ga ik even nog door het midden lopen. Get him, I'm Thaynor. Oh. One, two, three. I control me. One, two, three. I bet there's something fun in the record store. Ja, oké, okay, dus deze man is een beetje pissig. Even zien, wat hebben we hier allemaal? Kunnen we hier naar binnen? Nee, want daar hangt een bordje op. Kunnen we hier naar binnen? Nee. Kunnen we hier naar binnen? Nee. Dus, ik zit even een verkeerde knop te drukken. Even kijken. De spider with Ellie, dat is zeg maar... Kunnen we hier naartoe? Oh, we kunnen de flowers op in. Kunnen we hier ook naartoe? I wonder what we'll find at the Bridge of Flowers. Ja, die kunnen we ook naartoe, dus dat gaan we ook nog niet doen. Laten we de flowers op in gaan. Mind if I duck in here a second? I have to, renew my Bard Guild membership. Yeah. Okay. Okay. Ik wil natuurlijk niet uit de roleplay halen.
Okay. Hey there. I could ask Riley how progress is going with the USB. Hey, er zijn hier nog dingen die ik Heel veel ligt hier niet, maar dan gaan we maar gewoon met Riley praten, denk ik. Any luck with the USB? No, not yet. It's gonna take hours, if we're lucky. Oh. If you want to check it out, it's running on the office computer, but don't touch anything. Okay. Thank you so much for doing this. You don't have to thank me. It's the least I could do for Gabe. Ik ga er niet aan zitten. Ik ga het ook gewoon eerst checken. Actually, it's kind of fun. I didn't realize you were so good with computers. Is that what you're going to school for? Civil engineering. Or maybe robotics? It's a lot to figure out. Kind of crazy. Anyway, let's talk about something else. Okay. How's Mac doing? I haven't seen him in a while. Oh, he's around. Probably too embarrassed to show his face. He gives me shit every time I see him. I can't get out of this town fast enough. Stay strong. I saw Eleanor at the Black Lantern this morning. She probably needed a break from me. I've been nagging her all morning about getting one of those, like, medical alert buttons. Oh, man. I'm gonna be 4 hours away, and she's never lived alone before. Let's talk later. I'll let you know if I make any progress. Top. Thanks again. In dat geval, dan gaan we weer weg. Fantastisch. Ik hoef niet te kijken op die laptop, want ik weet dat ik iets ga aanraken waardoor het fout gaat. Mijn ogen zijn aan het tranen, want mijn neus zit verstopt. Dat is een beetje vervelend. Oh ja. Ik denk dat ik tijdens de, of ergens in de sportschool een keer wat heb opgelopen. Want, nou, ik weet eigenlijk niet. Misschien was het ook gewoon vanwege de stress. Ik had toch al verteld de aflevering, een paar afleveringen terug dat ik zeg maar best wel druk had met school. Of met werk. Ik ben namelijk door mijn oude werkgever ingehuurd voor een dagje. I wonder what we'll find at the Bridge of Flowers. Ja, weet ik. There's something fun in the record store. We gaan eerst de gang van spinnen checken. Could there be something down the alley? Ja, waarschijnlijk wel. We gaan hier naartoe. Ah! Some kind of snake? I guess. Ryan is elke enemy. Do we have to fight it? Why wouldn't we? I mean, it's kind of cute, isn't it? And not goofy looking at all. What are you talking about? It's gonna attack. What do you want to do? Yeah, fight. Ophidian chime. Snakes within hearing must fall asleep. Pretend that's a low sound.
Snake's ears are internal, so they can't hear. Nice. Gewoon nog eventjes dat animal feitje gooien, toch? Dat is grappig. More loot. All right. Let's make some ears bleed. 3 damage. Fantastisch. Wait. What's that? A kissy. A gem. It's like a dragon scale or something. Maybe it's got magical powers. Let's hang on to it. Oh, it's just a gem. Yeah. Okay. That was so smart of you to use the bell. It worked out, didn't it? Wat hebben we hier nog meer? Hey, scroll! Plus 1 George. Stucking up on scrolls. Ja, echt zwaar. Ja, wat dat betreft, als ik zeg maar een RPG zou spelen, of in ieder geval een LARP of iets eigenlijk. Ik ben in elke game die ik speel ooit een zo'n erge hoorder. Dat is echt bizar. Want ik heb altijd zoiets van, dit kan ik misschien later nog gebruiken. Ik haat dingen spenden. Ik haat dat echt zo erg. Oeh! Can't wait to transfix some monsters with my sweet hypnotic jams. Oké, okay, dope. Let's go. Ligt er nog een scroll? Dus ja, ik ben echt iemand die nooit troep gebruikt. Echt nooit. Ik heb altijd superveel. Maar ja, dat is gewoon, ja, ik weet niet. Ik ben geen kleptomaniac trouwens. We handled the river. Even kijken, waar gaan we naartoe? The music store. Where I've heard the music years before. No one appreciates my fine work. What did you need again? Sun Silver. The components for Sun? Sun Silver. Oké, okay, we gaan hier naartoe. Please knock twice. Oké. Okay. Go for it. Go for it. Monster or mortal? Oh, mortal. Hey, kijk, de titel. Come in. Dit zal Stefan zijn. Oh, mijn ogen traden echt permanent. Het lijkt wel alsof ik een allergische reactie heb, joh. Dat slot hier natuurlijk ook zo erg. Maar ja, ik weet niet allergisch. Voor zover ik weet. Het blijkt zo te zijn dat mensen voor verschillende dingen of voor meerdere dingen allergisch zijn. Elk mens is voor een aantal dingen allergisch. Alleen heel veel mensen weten het niet. Sorry about the lock. These are dangerous times. Welcome to the Magpie Emporium. Oh, so this is like a magic shop. I'm gonna take a look around a bit, okay? Okay. Dope. Let's see what Steph's done to the place. How does Steph come up with all these names? Iron Golden Ore. Oh, Goblin Ore Firepowder. Alex is allowed to think Ryan's hot. I need to get over it. I've never seen Steph all twisted up like this before. Surely she knows she's hot too. She's always so confident. Golems. Animation fee not included. Oh, Steph. That's so dope. Seeking insight? Draw a card. Huh. What do I want insight about? Oh, laten we dit doen. I guess some heroes are into bards with flashy guitars. But I'm glad Thaynor has better taste. Dude, I hear you, but a combat-based system with no social mechanics is like my fucking nightmare. Are you- Haha! Hey, Precious. Where did you come from? Are you the one I've been hearing in the walls?
smartass? There's a cat outside the shop. Dude, I don't know. She doesn't have a collar. The streets used to be full of people. The Soul Sapphire's right there. For sale. Okay. Why is this 10,000 gold? Was I too generous? It was originally 20,000, but... No, I meant... Never mind. Very friendly troll. Now that I'd like to see. Okay. Dus het kost mij om de troll bij de brug te pakken 4 gold. Ik kan ook deze kopen voor 3 gold. Misschien minder. Want, even checken. Als ik het goed heb. Ja, Swamp Troll. Dus, die troll dust. Very friendly troll. Now that I'd like to see. 10,000 gold? Okay. Obviously there's some other way to get this. Ik ga die troll dust meenemen. Maar dan wil ik ook even voor there's definitely a troll at the Eastern Bridge. Do you think we can beat a troll? Probably. Okay, laten we deze meenemen. 3 gold, please. Zo. Would you consider giving us that sapphire? In exchange for something far more valuable. My hand. In marriage. And all of its associated benefits. I'm sure this isn't the first time someone's asked you. Given your obvious hobbies. Waarom? Okay, ik denk dat het niet helemaal... I mean... Oh, man. This is real. I'd be lying if I said I wasn't intrigued. But I'm afraid I can't accept. For now. Okay, 1 gold on. We need the sapphire right away. It's for a quest to end the age of monsters. I've heard there's a magical fish that lives in the River of Sorrows. Okay. Bring me back one of its scales. Mighty Havoc. And I'll give you the sapphire in return. Kijk eens wat wij hebben. 1 magic fish scale. Impressive. Well... Then, here's my end of the bargain. Top. Dat is 2. Only 1 more jewel left. Top. I do. Maybe when Ethan's not around. Zij heeft het oogje op. Maar kijk, het ding is. Kijk, ik vind dat grappig om daar een beetje mee te kutten, toch? Maar ik denk, Ryan zo. Kijk, ik bedoel, ik was sowieso niet van plan om met een van beide een relatie tenminste aan te gaan in deze gameplay. Voor some reason heb ik het voor elkaar gekregen om ze allebei te naaien, ja. Of in ieder geval, te naaien is misschien het verkeerde woord. Maar, je snapt wat ik bedoel. Maar ik vind het gewoon leuk om daar een beetje mee te kutten, toch? Oké, dus mijn game crasht even finaal. Maar ik was van plan de video af te sluiten, dus best bedankt voor deze aflevering. Cool store. I liked the instruments. Ooh. Of course you did. Mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer, deel. Het met je vrienden. Dan hoop ik je de volgende keer weer terug te zien bij de nieuwe aflevering. Life Strange True Colors. See ya.